Ik heb een droom. Ik wil een einde maken aan het taboe rondom eenzaamheid. 2 jaar geleden nodigde ik met mij thuis de dames uit van de boekenclub. Vrouwen zoals ik. Ik koos het boek Het einde van de eenzaamheid. En ik koos dit boek omdat het in die week ook de week van de eenzaamheid was. Maar ik koos het boek vooral omdat ik het onderwerp van mijn eenzaamheid met ze wilde bespreken. Iets waar ik eigenlijk mijn leven lang al mee worstel. De dames kwamen binnen, we dronken een kopje koffie, zoals dat bij ons gaat. Er moet vooral eerst even lekker gekletst worden. En toen we eenmaal aan tafel zaten, toen vroeg ik aan iedereen, wat vinden jullie van het boek? Zelf vond ik het schitterende roman. Er was 1 zin in het bijzonder waar ik elke keer weer bij terugkwam. En dat was, er staat de eenzaamheid, het tegengif van eenzaamheid is niet een samen zijn van een willekeurige groep mensen. Nee, tegengif van eenzaamheid is geborgenheid. En dat wilde ik juist bespreekbaar maken, maar ik merkte dat net als nu ik dat spannend vond. En toen ik aan de dames vroeg van, goh, wat vinden jullie nu van het boek, was ik eigenlijk stom verbaasd. Want de een na de ander had kritiek op het boek. En blijkbaar had ook niemand de link gelegd tussen de eenzaamheid in hun leven en de titel van het boek. En ik merkte dat ik de conclusie trok dat ik waarschijnlijk de enige was met eenzaamheid. En ik voelde schaamte en besloot het hele onderwerp niet bespreekbaar te maken die avond. En toen iedereen naar huis was, toen zat ik achter mijn tafel. En ik dacht, wauw, nu voel ik me eenzaam. Maar ik realiseerde me ook op dat moment dat doordat ik mij terugtrek, en doordat ik me schaam voor het onderwerp en me terugtrek, dat ik eigenlijk mijn eigen eenzaamheid creëer. En dat de pijn van het taboe rondom die eenzaamheid, van die schaamte, misschien wel meer pijn doet dan de eenzaamheid zelf. Vandaar dat ik die avond besloot dat ik iets wilde doen aan de oorzaken van mijn eenzaamheid. Maar vooral wilde ik iets gaan doen aan het taboe rondom deze eenzaamheid. Nou ben ik geen psycholoog, ik ben geen socioloog, maar ik ben wel een ervaringsdeskundige en ik ben een onderzoeker. Dus ik ben heel veel gaan lezen. Ik dacht eerst, ik net te zetten stapel hier neer, maar veel te weg. Ja, ik heb heel veel gaan lezen. En ik ben daarnaast ook eigenlijk voor mezelf gaan observeren, wat zijn nou de momenten dat ik die gevoelens van eenzaamheid ken? En wat doet zich dan op dat moment voor, of waardoor ik die eenzaamheid ervaar? Er stond een ontzettende bron aan informatie. En die heb ik eigenlijk nog aangevuld de afgelopen paar maanden in de voorbereiding van deze lezing. Met heel veel hele mooie gesprekken die ik gevoerd ben. En als ik dan eigenlijk de eerste vraag die dan opkomt, dat is dan wel bijzonder. Dat merkte ik ook in de gesprekken. Wat is dan eenzaamheid? Want dan blijkt dat daar al een hele grote diversiteit in zit. Een van mijn collega's die sprak me aan en die zei, goh Corine, wat is dan eenzaamheid? Ze zegt, ik heb geen vrienden. Ik spreek mijn familie 1 keer per jaar. En toch geloof ik niet dat ik eenzaam ben. En iemand anders kwam naar me toe en die zei, jij eenzaam, dat kan toch helemaal niet? Je hebt kinderen, heb je toch veel te druk? Ja, en dat, voor mij is 1 ding duidelijk, dat eenzaamheid niets te maken heeft met de fysieke aanwezigheid van mensen. Hoe meer mensen, het schijnt zelfs wetenschappelijk bewezen te zijn, dat hoe meer mensen, het aantal mensen om je heen in je omgeving, heeft niets te maken met het hoeveelheid eenzaamheid die je wel of niet kunt ervaren. Nou, en als ik dan wil vertellen over wat heb ik dan ontdekt in mijn zoektocht de afgelopen 2 jaar... dan moet ik eigenlijk even een stapje terug en iets meer vertellen over wie ik ben. Ik ben geboren in 1963 in een dorp in Groningen. Een gezin met 2 broers. Gezin wat nuchter. Doe maar gewoon. Doe je al gek genoeg. Typisch zo'n gezin zoals we dat in het noorden veel zien. Maar ook een gezin waar geen ruimte was voor emoties. En toen ik 10 was, toen werd mijn vader ziek. En toen zei de huisarts tegen mijn moeder, je moet er vooral voor zorgen dat de kinderen vroeg zelfstandig zijn. Nou, dat heb ik in mijn hoofd, mijn oren geknoopt. En dat ben ik geworden. De ziekte van mijn vader werd nooit besproken. In al de jaren daarna ging het elke keer wat minder goed met hem. En als ik vroeg, hoe gaat het met je, ging het altijd fijn. Op mijn 17e vertrok ik naar Amerika om een jaar au pair te zijn in het gezin van familie Okkels. En daarna ging ik naar Delft om wiskunde te studeren. Lekker ver van huis. Tijdens mijn studententijd overleed mijn vader.
En in de periode daarna was er absoluut geen ruimte voor mijn emoties. Inslikken en doorgaan. Daar werd ik heel erg goed in. Na mijn studie ging ik aan het werk, trouwde, kochten een huis zoals dat gaat. En we kregen 4 kinderen. En bij de tweede zwangerschap, ik ga heel even een slokje water erbij pakken. Bij de tweede zwangerschap was ik in verwachting van een tweeling. En bij een standaard echo kregen we te horen dat bij een van de twee meisjes aangeboren afwijkingen waren. En dat de vooruitzichten niet goed waren. Maar gelukkig, het andere meisje was gezond. Toen eenmaal de bevalling ingezet werd en ze geboren werden, draaide de wereld zich 180 graden om. Want het meisje met de aangeboren afwijkingen lag heerlijk de eerste paar uur bij de vader op schoot. En ja, ze had afwijkingen, maar ja, ze had lekker bloze wangetjes en ze deed het eigenlijk hartstikke goed. Maar het gezonde meisje bleek helemaal niet gezond. En die heeft nog 8 weken gevochten voor haar leven, niemand wist wat ze had en heeft helaas, is ze niet bij ons gebleven. 2 maanden na haar overlijden verhuisden we naar Engeland vanwege het werk. Doorgaan. Wat was ik daar goed in geworden? En eigenlijk heeft dat nog geduurd totdat een aantal jaren geleden een echtscheiding en een conflict op mijn werk mij wakker maakte. En ik dacht, zo kan het niet langer. Hier moet ik iets aan doen. En ik wist direct dat ik op zoek moest naar mijn emoties. En ik wist ook dat ik dat moest doen door naar mijn lichaam te gaan luisteren. En ik ben begonnen met lichaamswerk, mindfulness, meditatie, in het hier en nu zijn. Maar wat ik al snel merkte, dat voor mij de natuur, en vandaar ook de vakantie naar Noorwegen, de stilte die ik vond in de natuur, dat was waar ik mijn antwoorden kon vinden. In die stilte, in die ruimte, luisteren naar mijn lichaam. En de antwoorden die ik daar vond, die waren eigenlijk voor mezelf verrassend. Die had ik op geen enkele manier, die kende ik wel van mezelf, maar ik had ze op geen enkele manier de link gelegd met eenzaamheid. En de eerste belangrijke observatie die ik daar deed, was dat mijn introvertheid een rol speelde in mijn eenzaamheid. Ik weet nog goed dat ik jaren geleden in een managementbijeenkomst was en dat we allemaal op een rijtje moesten gaan staan, van links naar rechts, introvert, extravert. En ik weet dat ik er nog over nadacht ook. En dat ik toch maar iets rechts van het midden ben gaan staan. Iets meer extravert. Want volgens mij werd dat wel gewenst in die werksituatie. Maar gaandeweg heb ik gemerkt dat ik eigenlijk gewoon ongelooflijk introvert ben. En dat wil niet zeggen dat ik verlegen ben. Dat wil voor mij zeggen dat ik enorme behoefte heb aan alleen zijn, alleen tijd, om op te laden. Maar ook dat ik niet goed ben in de koetjes en de kalfjes. Ik ben iemand van de 1-op-1 gesprekken. En dan het liefst ook nog met een beetje diepgang. En toen begon ik te begrijpen dat als dat is wat ik zoek in de verbinding met een ander, dat het eigenlijk voor mezelf niet zo gek was, dat ik daar vaak wat teleurgesteld in was. Dan sprak ik af met wat collega's die ik een tijd niet gezien hadden. En dan ging het over koetjes en kalfjes. Dus dan kwam ik thuis en dan had ik me eigenlijk teruggetrokken uit het gesprek. En was ik na afloop, voelde ik die eenzaamheid. En er was nog een stukje in mezelf wat zorgde dat die verbinding met een ander ingewikkeld werd. Want ik heb een beeld van mezelf dat ik eigenlijk niet goed genoeg ben. Het gaat zelfs wel zover dat ik denk dat ik geen bestaansrecht heb. En als je je dan verhoudt tot andere mensen, ja, wie ben ik dan? Ik weet nog heel goed dat ik op de middelbare school een vriendenclub had van de padschinderij. We zaten allemaal in de leiding. En ik was altijd dankbaar dat ze mij erbij toelieten. Ik vond mezelf niet onderdeel van de groep. Ik hing er een beetje bij. Maar ik creëerde die afstand. Ik trok mij terug en creëerde daardoor mijn eigen eenzaamheid. Nou, en de derde reden is dat ik een enorme behoefte heb om gezien te worden. Ik denk ook wel, misschien dat is de reden dat ik hier nu sta. Maar het is een gezien worden die een leegte veroorzaakt in mijzelf, die dus een ander ook op geen enkele manier op kan vullen. Ik weet nu, naar verhalen binnen de familie, dat toen ik 1,5 jaar oud was,
Ik als enig meisje in een gezin met jongens heel graag bij mijn vader op de knieën kroop en dan met hem ging kroelen. Totdat mijn moeder daar een halt toe roepte. Want mijn moeder was jaloers op de relatie tussen mij en mijn vader en vond dat dat niet langer kon. Nu als volwassen vrouw snap ik dat dat kleine meisje wat nog steeds in mij zit, die behoefte om gezien te worden, nog steeds af en toe voorbij ziet komen. En dat ik nu de neiging heb om die behoefte in te vullen bij een ander. Dat ik op zoek ga naar een contact en verwacht dat die mij ziet. En als iemand dan met mij in gesprek is en bijvoorbeeld heel even op zijn iPhone kijkt of zijn telefoon, omdat er een WhatsAppje binnenkomt, dan trek ik mij terug. Dan denk ik, ach, zie je, je ziet me niet. En ook op die manier creëer ik mijn eigen eenzaamheid. Nou klinkt dat als een heftig verhaal en dat is het ook. Maar voor mij is het eigenlijk een cadeautje. Die tocht die ik doorlopen heb in de afgelopen periode heeft mij zo enorm veel inzichten gebracht. Die heeft mij zo geleerd dat die eenzaamheid hoort bij mij. Dat ben ik. Overvalt me af en toe. Als ik dagenlang heerlijke dagen gehad heb, goed in mijn vel gezeten heb. En ik snap nu waar die vandaan komt. En als je dan ook aan mij vraagt, wat kunnen we dan ook doen tegen eenzaamheid? Dan wil ik jullie ook uitnodigen of dat je jezelf herkent in mijn verhaal, of dat je iemand anders voor ogen krijgt. Hè, dat je het erover hebt dat het iets is wat je gewoon kunt accepteren in je leven. Dat er gewoon is, zoals heel veel andere gevoelens er zijn. Maar vooral ook wil ik je dan uitnodigen om ook eens bij jezelf dat onderzoek aan te gaan. En doe dat met compassie, sla jezelf niet alsmaar met zelfkritiek om je hoofd. Maar blijf nieuwsgierig kijken van hoe werkt het dan bij jou. En dan uiteindelijk brengt die eenzaamheid voor iedereen volgens mij een heel waardevol cadeau. Ja. En dan kom ik natuurlijk bij mijn droom, want ik wil meer dan mijn eigen tocht. Ik wil nu ook graag, ik gun een ander ook dat hij deze tocht kan doorgaan maken. En ik wil af van dat taboe. En waarom ontstaat dat taboe? Wat denk ik dat er is? Er zijn twee dingen. Ik denk toch dat degene, dat heb ik zelf ook echt gedaan, degene die zich eenzaam voelen, die hebben het er niet over. Want die voelen toch die schaamte. Die hebben het gevoel dat ze zielig gevonden zijn. En ook ik, na die tocht van 2 jaar, valde af en toe nog in. Dus kort geleden mocht ik een kleine pitch houden bij het vrouwennetwerk waar ik lid van ben. En meestal heeft iemand het dan even over zijn werk. En ik dacht, nee, ik gebruik dit momentje om te vertellen over mijn droom. En over mijn reis door die eenzaamheid. En terwijl ik het woord eenzaamheid liet vallen, zag ik de blik en de ogen van een van de dames. En ik was ervan overtuigd dat ze me zielig vond. En na afloop van de bijeenkomst kwam ze naar me toe en toen zei ze van dat ze ongelooflijk onder de indruk was dat ik juist dit onderwerp te sprake bracht. En ze gaf me zelfs een contactnummer bij het ministerie van VWS, waar ik zo ongelooflijk graag ook mee in contact kom, om ook met hun het gesprek aan te gaan. Hoe los je dat nou op, die eenzaamheid? En er bleek dus geen enkele sprake te zijn van medelijden of zielig. Dat had ik in mijn eigen hoofd gezet. Maar dat is in één kant waarom mensen, denk ik, hun mond erover houden. Maar ook de mensen die niet eenzaam zijn en die dat misschien niet kennen, die voelen zich vaak heel ongemakkelijk als het gesprek er wel over gaat. Want er is al heel snel sprake van een tekortschieten. En als ik dan nadenk over mijn moeder van 85, die nu nog steeds in het noorden van het land woont, dan herken ik dat ook bij mezelf. Want ik vind dat ik haar veel te weinig bel, dat ik veel te weinig bij haar langs ga. Dus stel dat ik met haar het gesprek aanga over eenzaamheid. Nou, dan weet ik dat ik wat te doen heb. Dus op deze manier denk ik dat we met elkaar dat taboe, dat niet praten over eenzaamheid, in stand houden. En dan, ja, dat is precies de reden waarom ik hier sta. Ik hoop dat ik door met jullie het gesprek aan te gaan, dat jullie misschien hierna naar huis gaan. En als je iets herkent in het verhaal, bij jezelf te raden gaat en het verhaal misschien kunt delen, dat je misschien morgen of volgende week iemand tegenkomt, dat je kunt vertellen over het verhaal wat ik vandaag gedeeld heb. En daarnaast, wat ik al zei, heb ik contacten kunnen leggen. Want ik heb mijn ambities zijn altijd groter dan zo'n eerste stap. Dus ik heb contacten gelegd al bij het ministerie van VWS, waar ze de Week van de Eenzaamheid organiseren.
En we hebben een heel mooi gesprek gehad en ze zijn zeer geïnteresseerd. Dus daar mag ik een bijdrage gaan leveren aan het oplossen van het taboe rondom eenzaamheid. Ik wil jullie danken dat jullie naar mij geluisterd hebben.